Het lijkt wel Monopoly in Veldhoven. ASML koopt voor miljoenen euro's een halve straat op. Het gaat om deze 13 huizen aan de Heerstraat. En de bewoners hebben er zelf mee ingestemd. Op 1 januari 2027 moet iedereen weg zijn. ASML moet groeien. Er is wereldwijd een enorm stijgende vraag naar chips. Daar is ASML voor nodig om die te kunnen produceren, of voor onze klanten om die te kunnen produceren. En dan is het heel fijn als je buren hebt die zegt, nou, wij willen wel ruimte maken om jullie die groei mogelijk te maken. Wij hebben op een gegeven moment zelf ASML benaderd met de vraag van, goh, is het voor jullie misschien niet makkelijker om ons op te kopen. Dat was een heel fijn en goed gesprek. En er is iedereen in principe heel enthousiast door geworden en zodoende dat we tot dit resultaat gekomen zijn. Want de bewoners zagen het ook niet zitten om straks tussen alleen maar hoge ASML-torens te wonen. Plus al hun verhuiskosten worden vergoed. Nou ja, wij konden verwachten dat we in principe kosteloos gesteld werden door het verhuizen en daarbij alle komende kosten. Vergoed zou worden dus door ASML. Dus de tuinaanleg, interieur bij wijze van spreken, ja, dat is allemaal nagekomen. Dus wij zijn tevreden. Dat is snel gegaan, want de gesprekken zijn nog maar een paar maanden geleden begonnen. Nou, waarom zo snel? We spraken hier enkele bewoners en die zeggen dat ze eigenlijk zelf ook allemaal in de straat wel inzien dat ASML steeds groter wordt, steeds meer hoogbouw hier in de buurt en dat het daarom misschien steeds minder prettig wonen is. Nou, wat ook meegespeeld zal hebben is de prijs die betaald is. ASML wil daar niks over zeggen, de bewoners ook niet, maar een van de woningen hier achter mij is voor meer dan 1 miljoen euro van eigenaar veranderd.